Nee, ik lag niet in mijn vuistje. Dat zou niet fair zijn. En ik vind het verschrikkelijk dat mijn collega's nu zoveel last hebben. Maar dat duurzaamheid zich betaalt, ja, daar word ik wel blij van. Dat is wel iets van een bevrediging van al die jaren strijd. Deze kas heeft ongeveer 1 miljoen euro meer gekost per hectare als een standaardkas. Maar deze kas gebruikt eigenlijk geen energie de komende 50 jaar. Als je dat uitgaat rekenen is 1 miljoen heel veel geld. Maar als je de energie gaat uitrekenen is het een enorme besparing. Dus we houden de ramen zoveel mogelijk dicht. Dat we dus alle warmte die we oogsten door de zon die binnenkomt vasthouden. Niet in de kas. We halen het uit de kas vandaan. Hier zie je een soort van stofzuiger noem ik het altijd. Deze zuigt de warme lucht uit de kas aan met veel geweld. Zie je hier warmtewisselaars zitten die dus de warmte uit die warme lucht halen en het vocht. En dan blaast hij hier de koude lucht die over is uit en in de warme water wordt opgeslagen. Dus zomers oogsten wij de warmte die we 's winters gebruiken. Dus we stoken 's winters met de zomer van het jaar ervoor en we koelen zomers met de winter van het jaar ervoor. En hier komt alles bij elkaar. Dus al die leidingen die je ziet, die gaan of de grond in of die halen warmte ergens uit, warmtewisselaars. Deze kas gebruikt direct geen gas, want alles is stroom. Maar hij gebruikt indirect gas, omdat ik dus mijn eigen stroom maak met mijn WKK. Ontzettend veel meelijden met mijn collega's, die nog compleet in paniek zijn. Wat moet ik nou wel planten, moet ik niet planten, moet ik stoppen met planten, moet ik stoppen met stoken? Wat moet ik gaan doen? Kan ik belichten, kan ik niet belichten? De schade valt voor mij mee, maar voor de sector is het meer dan desastreus.